wist natuurlijk bij de voorbereiding niet hoeveel mensen er zouden. Ik wist ook helemaal niet hoeveel mensen zijn die vorige keer, vorig jaar erbij geweest zijn. Omdat ze allemaal prestaties komen van mij. Dus dat maakt het een beetje lastig om een verhaal voor te bereiden. Dus ik heb eigenlijk twee presentaties. Ik heb er één die ingaat op het hergebruik. Dus ook heel erg aansluitend bij mijn voorganger. Jan, ja, precies. Overigens, de presentatie van Jan, daar zag ik heel veel in wat ik heel erg ken bij de Nederlandse overheid. En wat wij tegenkomen bij ons werk als organisatie die stimuleert. Dus ik kan het hebben over heel specifiek hergebruik en vraagstukken rondom hergebruik. Ik kan een stukje daarvan doen en ik kan even ingaan op de stand van zaken en waarom en hoe en wat en nog zo wat. Ik kan ook, en dat vind ik net zo leuk, eens even inventariseren wat zijn jullie vragen waar we het over hebben. En dan daar gewoon aan de hand daarvan, dat ik aan de hand daarvan mijn verhaal inkleed. Het maakt mij niet uit, want je kan mij s'nachts wakker maken en je kan mij vragen wat je. Ik kan antwoord geven, want ik zit wel redelijk goed in de materie, zou je kunnen zeggen. Ja. Oh, waar staat jouw pet dan? Als ik jou s'nachts wakker wil maken. Wat zeg je? Waar staat jouw pet dan? Dus, ja. Zo'n water voor je misschien? Oh, dat is heel goed, ja. Want ik heb hier een klein beetje water, maar dat is hartstikke goed. Maar een beetje bubbeltjes, ja. Ik zag al, nou... Ja, ik heb wel een vraag, maar het is een beetje een gemene vraag, alhoewel dat wel heel relevant is vandaag. NUV is ervoor om te zorgen dat mensen... Ja, en voornamelijk overheden zich beter bewust worden van open standaarden en het belang van openheid en het feit dat je code zelf kunt lezen als je dat zou willen, dat het systeem onder jouw controle staat. En nou las ik gisteren dat de Eerste Kamer, die krijgt allemaal iPads en dat is een systeem waar je zelf geen software voor mag schrijven, tenzij Apple jou goedkeurt. Je kunt alleen door Apple, dus het grootste bedrijf ter wereld, die dus duidelijk grote invloed en belang hebben. Die hebben nu de Eerste Kamerleden die gaan dat dus gebruiken. Zijn er Eerste Kamerleden die daarover geklaagd hebben? En waarom wordt het ding überhaupt, hoe komt het dat dat nu nog kan, dat ze dat gebruiken? Nou, weet je, laat maar gewoon even vragen. Wij kijken wel eventjes waar we uitkomen. Ja, ik vind het een moeilijk. Ik snap heel goed de vraag. Ik kan daar geen heel goed antwoord op geven. Maar ik kan wel ik kan wel kijken of ik een verklaring daarvoor kan delen met jullie. Ja, en kan je er wat aan doen? Wij kunnen er niks aan doen. Nee, wij zijn een stimuleringsprogramma. Eén, hè, dus wat is NOV? NOV is een stimuleringsprogramma. Hè. Er is beleid, er is overheidsbeleid. Open standaarden zijn een norm. En open source software bij gelijke geschiktheid. Dat is al even iets anders dan. Hè. Dat liggen doelen achter dat actieplan. Namelijk verbeteren van de interoperabiliteit. Verhogen van het speelveld. Hè? Het speelveld en bevordering van innovatie. Ja, ik zal eens eventjes als pak streven bij. Kijk, hier gaat het over vergrote interoperabiliteit, leveranciersafhankelijkheid terugdringen en vergroten van het speelveld, level playing field, innovatie. Hè? Dat zijn de gedachten erachter. Ja. Hoe je daar komt, dat kan op verschillende manieren. De overheid gebruikt ook nog steeds op grote schaal Microsoft software, ondanks het feit dat er wel een alternatief is, zal ik maar even zeggen. iPads zijn leuk, zijn hip, zijn flitsend, zijn sexy. En mensen die in de Eerste Kamer zitten, of in de Tweede Kamer zitten, en politici, die reizen het land door en die gaan internationaal en die zien dat hun collega ook zo'n leuk ding heeft en iedereen heeft zo'n leuk ding. En, nou, zo. Maar deze zijn niet door de... Ik bedoel dat een Eerste Kamerlid privé zo'n ding heeft. Dat moet hij zelf weten, maar als de Eerste Kamer die uitdeelt... Terwijl het beleid is om open spullen te gebruiken. En er zijn zeker op open source gebaseerde tablets die heel aardig zijn. Waar je ook de software die je schrijft op producten van andere leveranciers kunt gebruiken. Want nu is er een paar ton geïnvesteerd. Ik kan daar niet heel veel anders van zeggen. Er is een andere afweging gemaakt om allerlei redenen, zal ik maar zeggen. Ja. Je kan zeggen, er is NOG-beleid, maar er zijn ook nog heel veel andere
argumenten die spelen bij keuzes. Ik bedoel, in zijn algemeenheid kan je zeggen, soms wordt op source gekozen, soms wordt er niet voor gekozen. Nou, dat geldt in dit geval voor zo'n iPad. Geldt dat ook. Ik bedoel, er zijn meerdere belangen die afgewogen worden. Ja. Maar de NUV is het ter bevordering van de keuze voor open source dingen. Dus als er zoiets gebeurt, zoals dit nu, ga je nu dan kijken van hoe kan dit gebeuren en waarom... Nee, geen zin, het is al gebeurd. Je moet dat van tevoren doen. Nou, ik kan je dan weer uittrekken volgende keer, want binnenkort zal de Tweede Kamer ook iPads willen. Vast. Ja, dit zijn ontwikkelingen die niet nauwelijks tegen te gaan zijn. Maar daar zijn jullie van. Zijn die dingen cadeau gegeven of zijn die aangeschaft door het presidium? Ze zijn gewoon aangeschaft. Door het presidium. Het presidium heeft natuurlijk mag het zelf gaan beslissen. Ja, zeker. Ja. Ja. En die hebben afweging niet gemaakt. Ja. Maar er is wel een publiciteit bij. Ik heb geen klachten. Publiciteit nog niet. Maar zo, dat is nog wel heel kort, hè? Er is wel iets meer over te zeggen. Want ik zie nu deze punten uit het actieplan NOIV. Ja. Ik mis overigens een hele belangrijke in dit rijtje. Die is ook relevant voor de vraag die gesteld wordt. Dat is het actieplan, het kabinetsplan, beoogt ook duurzaamheid van informatie. Ja. En nog geen 2 jaar geleden, januari 2010, heeft minister Plasterk het archiefreglement veranderd. En er staat nu in lid 1 van artikel 26 staat dat als archiefmateriaal vanuit overheden wordt aangeboden aan het Nationaal Archief, dan moet dat gebeuren in open standaarden. Okay. Ja. En hier zie je dus iets heel geks, dat een regering, zo'n Eerste Kamer, eigenlijk zijn eigen beleid niet kent. Want als je met Apple gaat werken, dan is het dus onmogelijk dat je dat... Ja, er wordt zelfs gewaarschuwd bij de herziening van het archiefreglement, dat als je in gesloten standaarden gaat werken, dat je rekening mee moet houden, dat je verderop met extra kosten te maken krijgt, omdat er geconfronteerd moet worden van een gesloten naar een open standaard met een extra risico van informatieverlies. Ja. Dus het is, maar ik denk dat een van de problemen in dit soort dingen is dat wij in Nederland, onze dagbladpers, besteedt geen aandacht aan beleidsmatige aspecten van ICT. En we hebben wel, zelfs in wat dan heet onze kwaliteitskrant NRC, die heeft een gadgetredacteur, Mark Heijink, die schrijft over iPads en iPods. Ja. En, hoe snel niet over dit soort beleidsmatige aspecten, waardoor politici in die zin ook niet gecontroleerd worden of niet geconfronteerd worden met hun eigen beleid. Ze kunnen de relatie gewoon niet goed leggen. Nee. En dat geldt niet alleen voor politici. Ik denk dat je kan zeggen in zijn algemeenheid, ondanks het feit dat wij de afgelopen periode ons best gedaan hebben om wat te doen aan voorlichting en ook op het niveau te brengen waar het op thuis hoort, ook op het bestuurlijke niveau. Maar het is en het blijft gewoon heel erg moeilijke materie. Het uitleggen van dat een iPad of een iPhone of in ieder geval... Volgens mij is het heel makkelijk. Je zegt, dit apparaat heeft een lock-in, klopt. Dit apparaat heeft geen lock-in. Ja, klopt. Nee, en dan zeggen ze, maar deze blinkt meer. Ja, klopt. Maar wij kunnen het wel uitleggen. Ik bedoel, die uitleg kunnen wij wel geven. Maar er zijn andere afwegingen op die gemaakt worden. Stel, ik ben van een of andere politieke partij en ik zeg van weg met die iPad, ik wil een Android. Kan dat? Dat weet ik niet. Moet je vragen aan. Misschien weet iemand hier dat. Nee, dat is graag gezegd. De minister is natuurlijk ook vrij om te kiezen. Hij kan binnen een race ook zijn eigen auto kiezen. Of op een gegeven moment is. Maar wat ik zei net als ik heb ook zo'n ding via de Android. Dus ik hou er van. De Eerste Kamer-app is niet te vinden. En wat wij eigenlijk afvragen, gaat om openbare stukken, vergaderstukken, natuurlijk wel ook een Nederlandse burger gegaan moeten zijn. Is het dan in ieder geval een opdracht en nu even zorgen dat de informatie, want dat is eigenlijk bedoel, of het dan een iPad of een Android is, maakt niet veel uit, maar dat de informatie op alle apparaten die in de Nederlandse bevolking tot zijn gemeente hebben, dat er een Android-app is en een iPad-app en een app op een andere OS, dat iedereen bij dezelfde stukken kan. Maar nu is er blijkbaar een Eerste Kamer-app waar de Kamerstukken in terechtkomen, die beschikbaar is gesteld voor Eerste Kamerleden, voor de vergaderstukken, maar die informatie is dan niet beschikbaar voor de gemiddelde Nederlandse burger. Het gaat denk ik te ver. Ik weet niet precies hoe, laat ik zo zeggen, ik weet niet of dat die iPad die ze gekregen hebben hun andere apparatuur vervangt, of dat het erbij is. Ik bedoel, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik niet. Dus ik kan dat even dat lastig van... We begrepen hebben de krantenbericht en ook trouwens net uit de www.stm.nl is dat vanaf vandaag de papieren stroom niet meer is aan alle stukken in de iPad app. Beschikbaar worden gesteld. Dus het papier is vanaf vandaag niet meer beschikbaar. Dus de vergaderstukken, de agenda's, de notulen,
wordt allemaal zo... Wordt zo gelinkt via een specifieke app die voor eigenlijk nog kan. Maar die app zou dan ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn en kan in ieder geval niet vinden. Ja. En hij zou dan ook op andere OS'en beschikbaar gesteld moeten worden, zodat de informatie beschikbaar is. En dat is uiteindelijk het belangrijkste, denk ik, waar het om gaat. Daar gaan we over, ja. En die informatie is dus niet meer beschikbaar, behalve voor de mensen die toevallig toegang hebben tot... Is dat zo? Op dit lijkt het meer voorop. Probeer nu net even te checken, maar met mijn lijst. Heb je niet gewoon een PDF-format? Ik weet het niet. Geen idee. Kamerstukken zijn in PDF-formaat normaal gesproken. Ja, die zijn in PDF-A. Dat is een open standaard nu, speciaal voor archiefdoeleinden. Ja, PDF-A. Kijk, maar moet je ook nog hopen dat ze dat gebruiken natuurlijk. Ja, zeker, dat is waar. Ik weet het niet, hè, dus ik weet niet alle details van deze casuïstiek. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat NOVV is een stimuleringsprogramma. Wij zijn niet verantwoordelijk in die zin voor keuzes die anderen maken. Ik bedoel, een gemeente, een overheid, een rijk, iedereen mag kiezen zoals hij wil. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer. Dus zeg maar, de baas van de Eerste Kamer, die heeft de afweging gemaakt om hem hoeveel in redenen, om te kiezen voor een iPad. En ik ken de afwegingen ook niet, hè, dus ik weet niet hoe ze dat afkomen. Ik weet het gewoon niet. Maar er is een bewuste keuze gemaakt voor deze oplossing. En ja, die druist in tegen een aantal beleidselementen. Maar het mag wel, het is niet verboden. Hè? Het is geen verboden keuze. Nou, het is wel grappig om te lezen. Maar het is een aparte keuze, absoluut. En NOV natuurlijk komt voort uit ik. Ik kijk even naar het nieuwsbericht van de Eerste Kamer zelf. En die zegt, ik toe heeft dit ontwikkeld. Ja. De kosten, de ontwikkelkosten voor de app waren beter tegen de printkosten van de kamerstukken. Maar ik toe en NOV zijn natuurlijk echt dezelfde broodwerk. Zeker nog, de mensen die het ontwikkeld hebben zitten in dezelfde gang. Er is een ander programma, wat bijvoorbeeld de wet ontsluit, hè? De wetteksten ontsluit. Ja. En er is een app voor gemaakt voor een iPhone. En die is ook, die wel is als open source beschikbaar gesteld. Dus die kan iedereen downloaden. Hè? Dat is ook de gedachte. Zolang je een iPad hebt. Als je een iPhone is, dan. Ik dacht dat het voor de iPhone is. Maar niet voor Android? Die versie die ze gemaakt hebben, is inderdaad. En daar hebben ze afwegingen bij gemaakt. Waarom? Ja. Nou, is de achterliggende data dan in ieder geval in een open formaat, is dan mijn vraag. Want dat is veel belangrijker. Ja. Ja. Het hoeft niet per se een app voor dit of een app voor dat te zijn. Nee, als ik maar aan die data zou kunnen komen en er zelf eromheen kan maken wat er nodig is. Hetzelfde geldt voor die hele Eerste Kamerflow. Het is leuk dat ze dat in een iPad-application hebben zitten. Maar als ik gewoon bij die bestanden kan, die informatie, dan lijkt dat mij... Equivalent. Ik ga ervan uit dat dat zo is. Maar ik kan deze casus, deze casus ken ik niet van voor tot achter. Dus ik weet het gewoon niet. Gisteren was ik in Brussel. Ik heb zelfs gemist dat ze uitgerold werden. Zal ik maar zeggen, de iPads. Dus, ja. Maar nogmaals, we kunnen erover praten. Maar je kan het niet echt zo in die zin veranderen. Dat er kunnen wel vragen over gesteld worden. Dat kan natuurlijk altijd. En dan komen er waarschijnlijk... Antwoorden, denk ik helemaal. Android-tablets zijn nog niet zo lang op de markt. Hè. Dus de Samsung-tablet was direct uitverkocht, was niet verkrijgbaar. Ik denk als je wilt testen, bepaalde applicaties wil testen. Ja, het voordeel van een iPad was dat die had al heel lang een eerste versie, dus men kan testen. Klopt. Ik denk dat dat wel heeft meegespeeld. Dat zal ook een rol gespeeld hebben, vermoed ik. Ja. Vermoed ik ook, want ik heb daar wel eerder wat geruchten over gehoord. Dus ik denk dat bij in ieder geval... Bij de ontsluiting van die wetten is dat inderdaad, speelde dat omdat ze die keuze om dat te willen, om zoiets te willen, die hadden ze gemaakt. Dus we gaan die wetten ontsluiten via een app, want dat lijkt een goed ding. Toen hebben ze gekeken op een gegeven moment van welke uitingen moeten we dat dan doen, op welke devices. Nou, toen is daar de iPhone uitgekomen, omdat die op dat moment het verste was. En, nou ja, goed. En dat zijn dan ook overwegingen die mee kunnen spelen, een factor van tijd. Nou goed, dan kan het zo zijn dat er hierna weer een keer een andere versie komt. Die kan voor andere, voor de Androids, dat zou kunnen. En dat hangt er alweer vanaf of dat daar wel of niet geld voor is. Nee. Ik vind het, dit soort vragen, ik denk dat je dat de komende jaren nog met enige regelmaat zult kunnen stellen. Ik bedoel, af en toe worden er keuzes gemaakt die niet altijd in lijn zijn. Dan spelen er andere factoren die dan net zwaarder wegen. En dan wordt er zo gekozen. Ja, maar ik had eigenlijk gewoon gedacht dat bij zo'n iets met zo'n hoog profiel, dat NOIV wel zo meer zou weten over waarom die keuzes gemaakt zijn. En ook zou kunnen zeggen van nou, blijkbaar moeten we op deze manier onze boodschap beter brengen. Want de politici zelf weten het blijkbaar ook niet. Ze komen dat ons niet vragen.
Ze komen dat ons niet vragen. En ik denk in zijn algemeenheid, zie ik, maar goed, dat is wat wij waarnemen, hè, is dat er, als je kijkt naar waar het nu staat qua beleid en qua uitvoering, hè, dat, wat we heel duidelijk zien, ook in onderzoeken die uitgevoerd zijn, is dat de overheden, hè, dus dan praat ik over de verschillende, praat ik over gemeenten, provincies, waterschappen, praat ik over de ministeries, wat iedereen unaniem vindt, is dat open standaarden gewoon heel erg belangrijk zijn, daar ook op wil inzetten. Je ziet ook dat de digitale agenda eigenlijk beleidsmatig daarop inzet, op open standaarden, op open data. Hè. Dus die lijn die wordt doorgetrokken en dan waarschijnlijk wat specifiek op een aantal gebieden. Daar gaat de lijn in door. De aandacht voor open source software, die is in die zin denk ik wat afgenomen, omdat ook het beeld is van open source software is er. Het is ook niet meer weg te denken. Het wordt toegepast. Het groeit. Oftewel, er is een onomkeerbare impuls, is wel in gang gezet, of die is er, zou je kunnen zeggen. Dat is de waarneming. En als je het hebt over wil je een dominante marktpartijen, monopolisten aanpakken, ja, dan is de vraag na een x aantal jaren stimuleringsbeleid, dan is de vraag van ja, is dat dan voldoende om een monopolie te doorbreken? Of moeten daar andere maatregelen voor uitgevaardigd worden? Hè? Of moet je er andere maatregelen voor treffen? Om als je zo'n monopolie wil doorbreken, ja, lukt dat dan met een voorkeursbeleid? Of moeten er andere maatregelen voor getroffen worden? Ja, dat is denk ik een vraag die aan de orde is. Ja, maar ik heb toch sterk de indruk dat het niet alleen een marktproblematiek is van dominante spelers. Het heeft bijvoorbeeld in Nederland ook te maken met de sterke verbrokkeling van onze bestuurssystemen, die natuurlijk van zijn, gemeente, provincie. En er is een hele mooie analogie te maken tussen de problematiek nu met open ICT, heb ik het liever over, want ik ben het niet zo eens met die scheiding tussen open source en open standaarden. Voor mij horen ze bij elkaar als Adam en Eva, ze hebben elkaar ontzettend hard nodig. Maar er is een hele mooie analogie te maken tussen wat in de jaren 50 en 60 in de 19e eeuw is gebeurd rond de waterhuishouding in Nederland en wat er nu gebeurt met open ICT. En dat zou heel vruchtbaar zijn, maar helaas gebeurt dat niet. Dat zo'n periode in die 19e eeuw bestudeerd zou worden over de relatie tussen privébelangen, algemeen belangen en bestuurlijke problematieken. En ik zie een heleboel analogie daartussen. En het zou heel nuttig zijn als je kijkt hoe dingen toen opgelost zijn die nu opnieuw ingezet zouden kunnen worden. Mag ik ter verheldering vragen wat er toen enigszins speelde? Onder andere, kijk tot 1848, het beroemde jaar waarin omwenteling, Thorbecke, grondwet. Ja. Wat er toen eigenlijk tegelijkertijd ook gebeurd is, voor die tijd was alles wat een vergunning nodig had, afhankelijk van het privilege van de koning. Ja. Willem I, Willem II. Dus het was heel centraal. Na 1848 zie je eigenlijk dat er een noodzaak ontstaat om te definiëren wat een algemeen belang is. En wat het publiek domein is. Dat is een heel fascinerend punt. In die decennia van 50 tot 1850 tot 1880 heeft dat proces eigenlijk in Nederland plaatsgevonden. En er zaten allerlei afwegingsvraagstukken in van wat is dan algemeen belang en wat is privaat belang. Bijvoorbeeld rond de waterhuishouding had je dat een riviertje, bijvoorbeeld tussen de provincie Drenthe en Gelderland, die was deels eigendom of onder beheer van Drenthe en deels onder Gelderland, maar dat moest ook nodig voor het algemeen belang, voor de economie. Moest dat verdiept en verbeterd worden. En die provincies zaten maar jaren te steggelen over wie moest dat dan betalen en wie zou de baas worden. En toen heeft op een gegeven moment het Rijk ingegrepen en gezegd, nou als jullie niet uitkomen, doen wij het zelf. En dan gaan wij het vanuit de Rijksoverheid bepalen. En deze problematieken zie je ook terug in open standaard en open source. Het feit dat, en een beetje politieke betekening toen NOIV in 2007 werd gelanceerd, werd gezegd, het is geldig voor de Rijksoverheid, de provincies en de gemeente, want we hebben akkoorden gesloten. Ja, er was al iets van een akkoord, maar als grote zacht. En uiteindelijk had het Rijk gewoon niet echt de zeggenschap over wat die gemeenten en provincies zouden kunnen besluiten. En die zijn ook
in grote mate hun eigen gang gegaan. En in het actieplan NOIV staat ook een paragraaf waarin gezegd wordt, we gaan in januari 2009 kijken hoe het werkt. En eventueel besluiten we, na analogie van die waterhuishouding, dat we doorzettingsmacht moeten gaan ontwikkelen. En toen het zover was in januari 2009, toen was de toen verantwoordelijke staatssecretaris Heemskerk, die zei ja, het NOIV loopt nog tekort. De gereedschappen moeten nog, we zeggen, werkingstijd krijgen voordat we echt de staat kunnen opmaken. Nou ja, zo staan we dus. Mijn verwachting is ook, als de Kamer gaat volgende maand in oktober waarschijnlijk vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken hierover vergaderen, dat dat aan de orde komt van, moeten we nu doorzettingsmacht, moeten we vanuit het Rijk gaan afdwingen? Ja, er komt een voortgangsrapportage, want voor de goede orde, ons programma loopt af. Dus dat betekent dat wij eigenlijk al aan het teruggetreden zijn. Hè. Dus wij zijn echt aan het afbouwen en we zijn ook op zoek naar partijen die een bepaalde dingen van ons over kunnen nemen. Hè. Bijvoorbeeld, daar kom ik zo mee. Dus wij zijn dat aan het weggaan. Dat betekent dat er een voortgangsrapportage komt. Die heeft Verhagen toegezegd. En in de voortgangsrapportage, daar wordt dan inderdaad de balans op gemaakt van waar staat het beleid nu? En wat is er nodig? Wat is er nog nodig om dit beleid, want de stimulering daarvan vervalt als de NOIV ophoudt. Nou, dan is natuurlijk de vraag van oké, wat is er nog nodig om dit beleid door te zetten? Hè? En die conclusies die moeten nog getrokken worden. Wat ik wel vooruitlopend daarop weet, is dat de inzet sterk is op standaarden en op data. Dat is echt wel een belangrijke lijn. Wat ik ook zie is dat bijvoorbeeld de architectuur, dus ook, wat we ook hebben, wat natuurlijk ook belangrijk is als je ICT-aanschaffing gaat doen, is nieuwe systemen binnen je organisatie binnenhaalt. Nou, in Nederland, de Nederlandse overheid die werkt met referentiearchitectuur. Je hebt de NORA, je hebt de GEMMA, je hebt GEMMA is voor gemeente referentiearchitectuur, NORA is voor het Rijk. Dan heb je nog voor de waterschappen en voor de provincies heb je allerlei referentiearchitectuur. Wat ik in ieder geval zie is dat we binnen Binnenlandse Zaken, de NORA, wat leek dat daar in de tijd wat doorontwikkeld werd, dat wordt nu weer opgepakt en ik denk dat dat weer een impuls krijgt. En dat zijn wel belangrijke in de randvoorwaardelijke sfeer, meer de beleidsmatige sfeer, zijn dat wel ontwikkelingen die belangrijk zijn om, waardoor je op zover en op gebruik van standaarden wel steun, die zijn wel steun in de rug, als je het zo ziet. Mag ik vragen, in hoeverre is het, je ziet op sommige gebieden zie je een trend naar decentralisatie, dat de gemeente meer zelf bedoelt, je ziet ook een trend naar centralisatie, bijvoorbeeld bij de politie, hoe zit dat in dit geval? Hoe bedoel je in dit geval? Nou ja, gaat de overheid in de toekomst dit soort dingen, de Rijksoverheid dit soort dingen nog centraal aansturen? Of zegt van de gemeenten die moeten het steeds meer zelf doen? En die zouden dan misschien onderling een club moeten oprichten of zo? Om dit soort dingen. Wat je ziet als je naar gemeenten kijkt, dan zie je eigenlijk een paar dingen. Je ziet in gemeenteland zie je dat er steeds meer shared servicecentra komen waarin de ICT en de huis, de facilitaire zaken en eigenlijk alles wat ondersteunend is, dus je ziet steeds meer shared servicecentra optreden voor de ondersteunende diensten op de ICT, omdat een kleine gemeente daar helemaal niet meer alleen voor zichzelf kan. Dat is één lijn. Andere lijn waar sterk op ingezet wordt is dat gemeenten zich focussen op de dienstverlening aan de burger en dat ze hun dat eigenlijk centraal komt te staan. Dat betekent dat ze hun hun systeem eigenlijk kantelen, dus van administraties gerichte gaan ze over naar procesgerichte organisatie. Dat is een traject dat al heel lang geleden is ingezet, dat gaat door. Er wordt steeds meer gestandardiseerd op services binnen gemeenten. Dus wat je ziet is dat x aantal jaar geleden had elke gemeente ongeveer het nog allemaal zelf op zijn eigen manier geregeld of georganiseerd. Je ziet dat de processen van bijvoorbeeld het afgifte van een rijbewijs en allemaal dat soort zaken, dat daar wel wat standaardisatie overheen komt. Dus die bewegingen die zijn heel duidelijk. Daarvoor is ook KIM opgericht, instituut van en voor gemeenten, juist om gemeenten daarbij ook te helpen. Nou, dus je ziet een standaardisering op werkprocessen, op processen bij gemeenten. Je ziet een bundeling voor wat betreft uitvoerende diensten. Dat zijn trends die in de
ja, operatie, zou ik maar zeggen, wel van gemeenten die je ziet. En je ziet verder dat de gemeente een aantal taken van het Rijk krijgt de gemeente erbij om in die contacten met die burger. Dat zijn een drietal verschuivingen die plaatsvinden. En als je dan zegt van wat betekent dat nou voor het gebruik van open standaard en open source software, dus als je dat naar dit onderwerp toe brengt, dan zou je kunnen zeggen van door deze bewegingen wordt de noodzaak van het gebruik van standaarden wat groter. En ik denk ook dat open source software daar ook best wel bij gebaat is. Of liever gezegd, ik denk ook dat daar, maar dat is iets wat geleidelijk aangaat. En dan krijg je de ervaringen zoals jij net vertelde, van een shared service centrum met expertise erin, of van de IT. En dan gaan mensen ook kijken van hoe doe ik dingen? Ik ben een aantal jaren hoofd geweest van een internationaal rekencentrum. Bij mij werkte een groepje mensen die waren, dat was al lang geleden, die waren helemaal doorgeleerd in Linux. En de netwerkmannen die deden eigenlijk alles met open source software. He, dus in die kringen wordt het al sinds jaar en dag gebruikt. Alleen toen hadden we nog niet die politieke aandacht. Op enig moment weet ik nog wel dat ik op een gegeven moment gevraagd heb van hoeveel open source software gebruik je? Wat moet ik nou voor een lijstje maken? Nee, maar dat brengt me terug bij mijn vraag. Mijn vraag was eigenlijk in het bijzonder, in hoeverre speelt de centrale, de Rijksoverheid, waar u dus voor werkt, als het goed is, in hoeverre speelt die nog een rol in dit proces? Als die gemeenten dat allemaal onderling doen en ook een trend is naar decentralisatie, dat ze zeggen van de gemeenten moeten hun eigen broek ophouden. Dit beleid, dus het beleid van open source op standaarden, dat geldt voor de hele overheid. Dat geldt niet alleen voor het Rijk, dat geldt ook voor gemeenten. Maar blijft u dat aansturen centraal? Wij sturen zo. Hoe stuurt u het helemaal niet aan? Stimuleert alleen. Sturen is in dit geval eigenlijk niet het goede woord. Wij zijn een stimuleringsprogramma. En een stimuleringsprogramma die doet eigenlijk niks anders dan het beleid uitdragen. En het in. We hebben eigenlijk de afgelopen jaren niks anders gedaan. Niks anders, maar we hebben vooral gewerkt aan hoe krijgen wij de boodschap rondom open source software, rondom open standaarden, bij die bestuurder op zijn bord. Wat voor gesprekken moet je voeren om de bestuurder daar op de een of andere manier benul van te laten krijgen? Nou, dat geldt aan de bestuurlijke kant, maar ook op de werkvloer en ook op die tussenlagen. Het zou denkbaar zijn dat Vraag op een gegeven moment zegt van dit is geen taak meer van de overheid, van de Rijksoverheid. Ik plaat het gewoon over aan het vrije spel der maatschappelijke kracht. Het is denkbaar. Het is denkbaar. Rondom open standaarden wordt het. Wat ik al zeg, wat ik de afgelopen jaar heb eigenlijk gezien, is dat het belang van open standaarden, daar wordt op geen enkel vlak aan getwijfeld, dat gaat door en daar wordt ook de komende periode, denk ik, verwacht ik, meer op ingezet, ook de digitale agenda van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorgang van EZ, wordt daar ook op dat zie je daarin terug. Hè? Dus, dat zie je inderdaad daar goed in terug. De lijn van open source en de stimulering daarvan. Ja, ik weet niet of dat in ieder geval ons programma houdt op. En ik heb nog geen signalen dat de stimulering daarvan, op de manier zoals het gedaan is afgelopen jaar, dat het doorgezet wordt. Want als dat zou zijn, dan zouden wij een aanvullende opdracht krijgen. Dat is niet het geval. Maar we zien wel dat de taken rondom die standaardisering. Dat gaat wel door. Dat gaat zeker. Maar dat neemt niet weg dat het beleid rondom open source wel er blijft. Maar nogmaals, er is ook natuurlijk gekeken van wat gebeurt er in. Wat is er gebeurd de afgelopen periode bij overheden op het gebied van open source? Wat is er aan marktontwikkeling? Wat doen leveranciers met open source? En hoe komt dat dan vervolgens bij de overheid? Dat begrijp ik wel. Er gebeurt een heleboel vanzelf natuurlijk langs. Ja. Dus dan zie je dat daar natuurlijk wel een bepaalde. Het is er en het is ook niet meer weg te denken. Dus het open source software. En de vraag is, moet er nog iets, wat moet er nog gebeuren? Ik heb bij een universiteit gewerkt waar het van Microsoft van voor tot achter was. Waar ze zelfs stimuleringsprogramma's hadden om mensen op te leiden in Microsoft. Ja, maar er is een groot verschil natuurlijk. Kijk, ik denk dat je nogal onderscheid kan maken tussen aan de ene kant Microsoft. Microsoft is denk ik een apart vraagstuk, zou je bijna kunnen zeggen. En je hebt nog heel veel meer andere software. En een heleboel meer software dan alleen Microsoft. Microsoft beslaat in het oog springend
deel, de kantoororganisering zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar waar het geld dan op gaat bij de overheden, dan gaat dat niet op aan Microsoft. Dan gaat dat op aan de informatiesysteem voor de basisregistraties. En dan gaat het op aan heel veel andere software. En dan is Microsoft toch maar een heel klein deeltje. Ja, maar kunt u dat met dat is ook een boom? Maar, ja, dat kan je gewoon, dat kun je zo zien. Neem niet weg, daarmee zeg ik niet van het is geen belangrijk vraagstuk, de verknooptheid en de monopoliepositie van Microsoft. Daarmee zeg ik niet dat dat geen vraagpunt is of geen probleem. Maar als je nou op zo'n software kijkt, dan is er nog veel meer. En wat wij zien, gewoon waarneembaar, is dat op een heleboel vlakken op zo'n software. Dat zich goed al doorontwikkelt. Wij zien ook dat, in ieder geval in Nederland, maar je ziet het ook in het buitenland, dat grootschalige overgang naar andere kantoororganiseringsomgevingen, dat hele moeilijke processen zijn, dat ze ook lang niet altijd goed gaan, dat grote organisaties ervoor gekozen hebben op enig moment toch besluiten om weer terug te gaan. Dus dat zijn lastige keers. We hebben daarvoor, ik kom er zo op terug, we hebben vanuit NWV, zijn wij de afgelopen tijd hebben zij gewerkt aan een soort roadmap voor die organisaties kunnen gebruiken voor als zij wat meer open willen worden voor betreft hun kantoorautomatisering. Hebben wij een soort routeplanner zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval een pad ontwikkeld en zeggen van nou, als je van die enorme geslotenheid verknooptheid wat af wil, nou hoe kan je dat dan aanpakken? En dan begin je vaak bijvoorbeeld met je mailsysteem. En dan begin je met die stukken software, open source software die een redelijke mate van volwassenheid hebben, want anders kan je daar als overheid bijna niet aan beginnen. Dus wat je ziet is dat er wel, en dat is, op dit moment krijgen wij behoorlijk wat vragen van met name grote gemeenten, kan je ons helpen om eens opnieuw te kijken, welk pad moeten wij in als wij wat losser willen gaan worden van Microsoft, een keer, en dat gaat niet van vandaag morgen, maar een keer, zal ik maar even zeggen. Dus we zien dat daar iets aan het bewegen is, maar het gaat. Het heeft tijd nodig en dat het tijd nodig heeft, heeft meerdere redenen. Dat heeft te maken met wat is er beschikbaar, wat is aan know-how, maar ook de conversies. En nou ja, alles met erbij. Jij wil ook een vraag stellen? Of, nee, ik denk ik doe het licht een beetje aan, want de slides maken toch niet uit. Dus dat, nee, die maken inderdaad niet uit. Ja, zijn we nog steeds leesbaar. Ja, dan dus, zijn we zo recht wel. Ik had op zich wel een vraag. Maar, ja, oké. Okay, maar dit. Voldoende beantwoord? Ja. Mag ik er iets over zeggen? Dat is nooit volledig. Want ik vind de analyse wel wat beperkt. Want als je aan de ene kant zegt van er zijn bedrijven. Je hebt bijvoorbeeld over het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die open software en dan gedwongen wordt eigenlijk terug te gaan. En wat is de reden waarom ze teruggaan? Interoperabiliteit, sorry. Omdat de omgeving waar zij mee te maken hebben, werken allemaal in Microsoft software. Dus het is een uitwisselingsprobleem. En wat ik voortdurend mis is, als je kijkt naar de kosten van ICT in Nederland, maar ook elders, dan kun je niet alleen kijken naar de overheid. Dan moet je bijvoorbeeld ook in aanmerking nemen dat Microsoft en nog een aantal van dat soort gesloten softwareleveranciers op een habbekrats massaal software dumpen in het onderwijs, via SurfNet bijvoorbeeld. En de tegenprestatie die de overheid levert is dat de Nederlandse belastingbetaler een gratis opleidingsinstituut financiert in het reguliere onderwijs om kinderen te leren met die gesloten software te werken. Ja. Dat is een buitengewoon uitgekiend mechanisme, omdat er dan altijd een omveld gecreëerd wordt. Waardoor open source nooit een kans krijgt. Ja, want er zullen altijd uitwisselingsproblemen zijn. Nee, dat was het Universiteit Maastricht, was het ook. Dan hadden ze de European Computer Driving License. En ik heb begrepen dat het, dat het in beginsel een open zaak is. Maar dat was daar ook 100% Microsoft georiënteerd. Wij voeden u op tot Microsoft burgers. Maar wij zijn in ieder geval niet in staat gebleken. Want diezelfde overheid die heeft ook de deal gesloten met Microsoft met onderwijs. Dat heeft de OCW gedaan volgens mij. Dus wat je ziet, ook hiervoor geldt.